Ten eerste, Milo, hoe gaat het met je? Goed, eigenlijk echt goed. Ik heb deze ochtend tegen mezelf gezegd van dit gevoel proberen vast te houden, want mijn agenda staat vol de komende maanden, weken en maanden. En het is deels daarom ook dat ik me goed voel, omdat me ergens dat neemt veel druk weg. Ja, ik zit in een hele goede fase eigenlijk, heb ik het gevoel. Dit is zo de synthese. 2 jaar is voorbijgevlogen zonder te weten. Hè, we hadden geen perspectief, dus we wisten ook niet wanneer is dan het voorbij. Maar ik moet wel zeggen dat alles wat er nu gebeurt mij positieve energie geeft. Nou, dat is erg goed om te horen en dat je ook lekker in je vel zit. Want ik kan me voorstellen, 2 jaar geleden, wanneer alles vrij abrupt ophoudt. Wat doet dat mentaal met je als artiest zijnde? Zat je toch even te denken van, ja, oké, nu kan ik mijn brood niet meer verdienen? Of hoe ging je dat tegenaan? Ja, niet zo, bij mij was het nooit zo letterlijk. Er speelde veel mee. Hè. In het allerbegin, je doorgaat een opeenvolging van gemoedstoestanden. En in het allerbegin was er bij mij ook iets van. Ja, ik had dan nog. Mijn laatste pre-corona-concert was Carré, uitverkochte Carré in Amsterdam met orkest. En eigenlijk was dat voor ons, de band en crew, het startschot van een reeks van 65 concerten die al vastlagen de maanden daarna. Dus wij zaten eigenlijk het harde werk qua voorbereidingen was achter de rug. Met de repetities en met de promo, al die dingen. En wij gingen eigenlijk gewoon nu gaan en spelen en oogsten. Dat was ons gevoel. Dat was dan wel een abrupte wake-up uit die moment. Maar dan was er iets in mij dat probeerde in het begin te focussen op. Doordat er extern beslist werd dat er even op pauze gedrukt werd. Misschien is dat ook wel eens goed. Omdat ik dat nodig heb. Ik kan dat moeilijk voor mezelf opleggen. Zo een pauze. Maar ja, dan op een paar maanden later heb dat gevoel ook weer weg. En dan begin je toch wel. Ja, dan begin je ja, na te denken van hoe lang gaat dit duren en zo. En ik heb voor mezelf geprobeerd. Concerten zijn altijd een soort van wissel op de toekomst. Omdat je een concert geeft, doet je altijd hoopvol naar de toekomst kijken. Of in mijn geval toch. Dat is een soort van erkenningsmoment, een energie-release moment. Maar ook, dat geeft je weer inspiratie en ideeën voor wat er komt. En als die concerten wegvielen, merkte ik dat ik op zoek ging naar iets anders voor mezelf om de hoop gaande te houden. En voor mij was dat heel concreet. Ik ga gewoon. De dialoog die nu met mijn publiek, die nu onderbroken is, die vooral op concerten plaatsvindt, ik ga die op een andere manier proberen verder te zetten. En vooral in de vorm van ja, nieuwe muziek uit te brengen in corona. Ik heb dan meteen een live album uitgebracht van Amsterdam. Dat was een eerste stap. En dan heb ik eigenlijk een nummer, Whatever It Takes, dat zo een lightning in a bottle was, op 2 dagen gemaakt, opgenomen. En nog qua Zoom een beetje op afstand verder meegewerkt met een aantal muzikanten. En dan had ik eigenlijk zoiets van, kijk, ik ga dat gewoon uitbrengen, want ik denk dat mensen daar wel nood aan hebben, aan zo'n nummer. Ook al zeiden ze dan, ja, maar het is geen goed moment om nieuwe muziek uit te brengen. Maar ik dacht, ik doe het gewoon. En achteraf gezien, de onverwachts goede reacties daarop hebben mij eigenlijk wel verder geïnspireerd ook. Dus in die zin denk ik dat de stijlbreuk was. Vroeger deed ik oldschool. Ik nam alle nummers op, ik werkte die helemaal af. En als alles af was, probeerde ik uit te zoomen. En dan werden er een paar songs uitgebracht en dan het album. En nu ben ik eigenlijk de nummers beginnen uitbrengen voordat dat de context, de albumcontext was eigenlijk nog niet duidelijk. Maar het is wel zo dat Whatever It Takes en daarna ook ASAP hebben wel mee daardoor, terwijl ik al aan bezig was, ja, het startschijn zijn gegeven. Dus dit album bevat voor een deel songs die heel snel tussen ontstaan en afwerking zijn uitgebracht. En dan een deel songs die juist heel lang hebben kunnen rijpen. Want ik heb veel meer songs geschreven dan dat ik normaal doe voor een album. En ik heb soms wel iets meer nodig, een paar maanden nodig, om dan uit te zoomen en te kijken van welke songs drijven hier naar de oppervlakte en wil ik op het album zetten. En het is in die zin een mix geworden tussen hyper instinctief, af is af en nu ga ik er niet meer aan werken. En door het uit te brengen,
ontneem ik mezelf ook de kans om toch nog een paar dingen te blijven veranderen. En dan is er ook wat tijd over kunnen gaan, maar ik heb natuurlijk geen 2 jaar aan dit album gewerkt. Hè. Dat was mijn horten en stoten tussen de lockdowns in. Maar ik vond het wel heel leuk. Het heeft mij zo, in het moment dat concerten wegvielen, heeft mij wel, daar heb ik er zelf heel veel aan gehad. En het feit dat het zo uptempo en positief klinkt, is officieel voor mezelf dan, omdat ik het gevoel had dat mensen daar nood aan hebben, maar is officieus, puur persoonlijk, ook omdat dat voor mezelf een soort van therapie was om aan hoopvolle songs te werken. Ja, puts you in a good mood. Dus ja. dat heeft mij wel geholpen, ja. Nou, dat laatste wat je zegt, dat vind ik wel belangrijk, want daar wilde ik naar vragen. Want je noemde die dialoog die je met het publiek hebt en die je dan probeert vast te houden via het schrijven en uitbrengen van nummers. Maar zoals ik de plaat hoorde, en misschien is dit ver gezocht, maar was het ook heel erg een dialoog met jezelf misschien? Dat je jezelf ook, nou, je noemt net al, dat optimisme probeert vast te houden bij jezelf. En ook gewoon in dingen bent gedoken, in onderwerpen waar je misschien eerder niet de ruimte of de tijd voor had. Klopt dat een beetje? Ja, ja, absoluut. Ik denk dat ik absoluut... Ja, dat is het cliché. Daarom dat ik dat... Het cliché van de laatste 2 jaar. We hebben allemaal superveel soul-searching of tijd gehad ervoor, toch? Ja. En dat is niet enkel muzikanten. Hè. Ik denk dat iedereen dat wel door omstandigheden gedaan heeft. Dat je toch... Of je nu draait of keert. Iedereen is wat meer geïsoleerd gevallen. Hè. Ook al was... Ja. Dus in die zin heb ik ook wel persoonlijk geprobeerd wat dingen, wat patronen in vraag te stellen. En het nummer Nice to Meet You is een voorbeeld van een song die ik schreef, maar waarvan ik op het einde, als ik het geschreven had, zei, ja, maar ik ga die wel niet uitbrengen. Want dat doe ik namelijk niet. Zo persoonlijk of over mijn kinderen vertellen. Om een voorbeeld te geven, Beste Zangers, dat is dan tijdens corona verschenen, maar dat was eigenlijk opgenomen eind 2019. Ik zei daarin, net zoals ik heb ook in België en Duitsland meegedaan, ik zei tegen hun, ik doe hier aan mee, maar er zijn wel bepaalde onderwerpen die voor mij off-bound zijn. Daar wil ik gewoon, dat hou ik voor mezelf. Ja. Dus dat was de versie pre-corona van mij. En dus toen die song dan was, dacht ik, ja, ik ga die wel niet uitbrengen, want dat vind ik te persoonlijk. Maar dan zijn er een aantal dingen gebeurd. Ja, die soul-searching, maar ook Oscar Kraal, die drummer uit Den Haag, die al sinds 2014 bij mij in de band speelde, die dan onverwacht ziek werd, eind 2020, pancreaskanker, en dan een paar maanden later overleed. Die liet 2 jonge dochters na, hetgeen mij wel deed nadenken van, moet ik daar wel zo zwart-wit in zijn, in mijn rol als vader zodanig weg te duwen? En heb ik daar wel altijd zo'n goed voorbeeld mee over gehad met mijn pa toen ik opgroeide? Dus ik ben dat wat proberen te analyseren. De officiële reden daarvoor, in vraag stellen voor mezelf. En het eindresultaat was wel degelijk dat ik dacht van, ik moet juist wel dichter bij mezelf gaan. En net alles wat eigenlijk tot voor kort niet bespreekbaar was, moet ik juist blijven opzoeken. Want dat is de enige manier om zelf ook nog te groeien in dit soort proces. Want ik kan dat niet genoeg benadrukken, dat is album 7 voor mij. Maar dat is dus niet omdat er iemand mij zegt dat ik dat moet doen. Ik blijf dat voor mezelf nuttig vinden, omdat ik op die manier 1,5 jaar of 2 jaar uit mijn leven in zekere zin vastleg en neerleg. En ik probeer ten opzichte van elk album toch een persoonlijke groei door te maken en dat dan ook op te zoeken. Ja, en dus in die zin ben ik vertrokken vanuit een idee begin 2020. Ik ga een positief uptempo album maken waar mensen iets aan hebben. Al is het maar verstrooiing, afleiding. Maar dan in de tijd die zou volgen, gebeurt ook zoiets als wat met Oscar gebeurd is. En dat triggert dan weer een aantal andere dingen. En in die zin ben ik vandaag wel blij dat op het album Nice to Meet You, Oscar en Lost Boys is dan een soort van overgang naar Oscar. Dat die 3 songs wel een beetje tegengewicht bieden ook voor die vrolijkheid. Want vrolijkheid, dat vind ik zelf ook altijd wat verdacht als dat te veel is. Dus het was een beetje, het is altijd zoeken naar de juiste balans.
Je noemt Oscar en daar heb je natuurlijk ook een mooi nummer voor geschreven, helemaal op het eind. En dat beschrijf je ook een beetje nou ja, het op tour gaan met z'n allen in de bus. En er zijn hier en daar wat verwijzingen naar het verleden. Je noemt Donkey Kong, je noemt ook DeLorean van een film die we allemaal kennen, Back to the Future. Dus zit er ook een dosis nostalgie in? Is dat deel van die reflectie? Ja, zeker. En dan vooral ook, ja, omdat ik vorig jaar werd ik 40 ineens. En dan moet je zo gezegd daar ook grote gedachten of grote emoties bij voelen. Dat viel bij mij eerlijk gezegd wel mee. Maar het was wel 81, 2021. En ik ben wel iemand die jaartallen gebruikt om soms mijn chaotische gedachten te ordenen. Dus ik hou wel zo van die... Dus voor mij was dat dan wel een aanzet om nog eens in de popular culture van 81, een jaar dat ik eigenlijk niet goed ken, omwille van ja, mijn bewustzijn en herinneringen beginnen vooral toch begin jaren 90. Ja, die eerste jaren, dat is voor een blur. Maar ik vind dat wel boeiend om te blijven verwijzen. En dan zo nu bijvoorbeeld mijn paar... Dat was ook voor mijn ontdekking dat die DeLorean... in 81 van de band gerold is, die originele, en dat die Donkey Kong ook ontstaan is dan. Maar als ik zo'n dingen lees, voor mij is dat dan een trigger om als een start. En zowel DeLorean als Donkey Kong waren songs die ik gewoon als titel, voordat ik zelfs maar een melodie of een idee had voor de song, zeg, dat is een titel, omdat ik daar zit een dosis nostalgie bij, daar zit een dosis ja, zo humor voor mezelf ook in. En dan moet ik daar enkel nog een paar gevoel aan koppelen. En ja, dat is een manier waarop ik soms in mijn creatief proces... Ik vond zowel DeLorean als Donkey Kong al geweldige titels voor echte Milo-songs. Voordat ik ook maar één refrein had. Dus dat was al in mijn hoofd zo. En voor mij is dat wel belangrijk dat een album samenhangt. Old school, ik weet dat minder en minder... gedeeld wordt door een groot publiek, maar voor mij, voor het creatieve proces, ik vind dat oké, dat er maar een paar nummers misschien blijven overblijven van een album, in playlists, maar voor het maken ervan heb ik wel nood aan een link, een paar rode draden, en die nostalgie is waar, maar ik zit nog niet in een soort van droevige nostalgie, ik zit eerder in een met een knipoog, ik vind het dan eerder fun om een paar van die ancient dingen dat terug naar boven te halen en een nieuw leven te geven. En het was wel grappig te ontdekken. Het moment dat je ontdekt dat een auto uit de jaren 80 als een oldtimer officieel is, ik vind het dan eerder grappig dan dat ik daar ineens heel droevig van word of zo. Dus ik speel gewoon daar een beetje mee. Ja, en nogmaals, die balans die je noemt. Want je noemt ook het woord uptempo. En ik denk dat ook een... point of emphasis was voor jou, dat echt iets waar je de nadruk op legde. Ik weet niet of je het zelf ook zo ziet, maar wat ontbrak er voor jou bijvoorbeeld in jouw live set? Had je een idee van, oké, hier wil ik bepaalde nummers in kwijt kunnen, die ook gewoon live wat meer slag en zweep kunnen hebben? Ja, ik denk, op zich heb ik op ondertussen wel een back-catalog van verschillende type nummers. Maar ik merkte dan... Ik speel veel soorten concerten. Hè. Ik speel veel solo-concerten of trio-concerten, unplugged. En dan komt er een ander deel van mijn songs, de meer storytelling, singer-songwriter-songs, naar boven. Maar ik speel ook wel gewoon graag, en vooral in de zomer dan, grotere concerten waarbij er andere dingen gelden. En ja, zeker de twee concerten voor corona, dat heeft een grote invloed gehad. Dat was een arena-concert in Antwerpen met orkest en Carré in Amsterdam. Ja, Carré is intiem, maar heeft ook iets groots. Zeker. En dus ik heb wel dat net die twee concerten mij de corona hebben ingestuurd, heeft misschien daardoor nog een grotere waarde gekregen, waardoor ik, ja, zeker in het begin nostalgisch die video's daarna nog eens ging kijken toen ik het concert miste. Maar daarna ook wel van als een soort van baseline van welke van die nieuwe songs zou ik op zo'n grotere concerten kunnen spelen en zouden projecteren en goed kunnen werken. En in die zin heb ik dat wel geprobeerd mee te pakken, omdat ik ook net met Lean Into Me in 2019, dat was een soort van back to the roots, toch wel meer singer-songwriter plaats, met weinig mensen gemaakt ook.
De meeste instrumenten hebben Tom van Stiphout en ik, mijn gitarist en ik, ingespeeld. Dus ik probeer er altijd tegen te reageren, merk ik. En dus deze keren heb ik de deur wagenwijd opengezet voor heel veel muzikanten die meespeelden, maar ook veel mensen wiens mening ik hoog inschat. En de regel is, als je dat in het begin van je carrière doet, too many cooks in the kitchen, dat kan gevaarlijk zijn, omdat dan niemand is dan weet wat het wil. Maar ik ben natuurlijk in deze fase, had ik zoiets, let's have fun, en ik weet waar ik naartoe wil. En ik wil mij omringen door mensen die het geheel omhoog tillen. En als er dan echt een punt komt waarbij iemand het overzicht kwijt is, dan is dat ook aan mij als de artiest, als de zanger, om dan die richting te verduidelijken. En ja, dat was wel atypisch. Ik heb nog nooit met zoveel mensen tegelijk in de studio gezeten en dat er van alle volk rondliep. Maar ik vond dat wel... Dat was op een moment natuurlijk dat ik echt dat menselijk contact en die vriendschap van wat er bij toeren komt kijken. Maar meestal is bij mij het toeren een groepsgegeven met veel volk. En het opnemen is meestal met heel weinig. Is een klein, intiemer proces. En omdat dat groepsgegeven was weggevallen met live spelen, denk ik dat ik gewoon die energie heb proberen binnen te trekken naar de studio. Met ook ruimte voor die muzikaliteit. En ik hoop toch wel... Het is zeker geen super organische plaat of zo. Maar het is wel een plaat die normaal zin doet geven naar live concerten te gaan. Want ja... Er zit een high energy gegeven in. Zeker. Wat ik wel interessant vind, is je noemt de fase als het ware waar je nu in zit. En je gaf ook aan dat je deels wel weet waar je naartoe wil nu met je muziek en dergelijke. Hoe kijk je, of hoe zou je die fase omschrijven? Ben je bijvoorbeeld nog op zoek? Want je hebt bijna alles in de muziek wel een keer meegemaakt. Je hebt hits gehad en je hebt het wat moeilijker gehad. Hoe zie je de fase waar je nu in zit? Ben je nog steeds op zoek naar een hit? Ben je op zoek naar erkenning? Wat motiveert jou als het ware? Dat vind ik wel echt een hele goede vraag, Robin. Maar dat is natuurlijk ook een vraag die ik mezelf stel. Ja. En ik merk... Voor mij was dat een godsgeschenk, de chaos van de laatste 2 jaren. Dat merkte ik. Okay. Want ik merkte aan mijn eigen dat zoiets... Dat ik dan ineens... Dan gaan er een paar in mijn hoofd en hier kan ik iets mee. Omdat er parameters wegvielen of bepaalde mogelijkheden wegvielen, werd het kleiner en daardoor werd mijn focus ook scherper. En heel concreet, oké, terug opnemen in Europa, LA, en ik ga terug mensen opzoeken en al die dingen wat we daar juist besproken hebben. Mm-hmm. Dus dat gaat over creativiteit en inspiratie. En voor mij is dat belangrijk, want dat is het allermoeilijkste om geïnspireerd te blijven, om echt geïnspireerd te blijven. En ik probeer inderdaad tussen elk album een groei door te maken. Dus ik denk misschien dat ik meer bezig ben, puur persoonlijk, om te blijven groeien, qua onderwerpen en als muzikant. Maar dan, als het gaat over de verwachtingen die ik heb, wat daarmee gebeurt, daar ben ik wel inderdaad nuchterder in. En vroeger was ik, denk ik, meer zwart-wit in... Ah ja, je hebt zo hoge verwachtingen die je projecteert over wat een album doet, dat het dan bijna gedoemd is om dat niet ingelost te worden. En nu merk ik van dat er zoveel parameters zijn over wat deze verzameling muziek als succesvol zou bestempelen. Ja. Dat is voor mij wel, dat is deels de leeftijd, maar dat is ook deels de tijd waarin we leven. Ik ga niet meer mij zo vastpinnen op een albumchart entry of zo. Ja. Omdat ik ook gewoon weet, ik heb al zo vaak gehad. Ik weet dat dat maar wat is wat dat is. En ik weet dat zo heel relatief is. En voor mij denk ik... Ik heb net een 30-tal concerten gespeeld. Een soort van pre-album release concerten. Met akoestisch in België vooral. En daar, uit die concerten, als ik die nummers speel en die voelen als een echt waarachtig moment, een authentiek moment, dan weet ik ook, de kans is zeer groot dat ik deze songs binnen 5 à 10 jaar nog speel. En voor mij is dat op dit moment een vorm van succes. Hè? Als ik songs gemaakt heb die blijvers zijn. En dat kan altijd zijn dat ik binnen 3 jaar toch zeg van ik speel geen enkele song meer. Maar daar heb ik al... Dat weet ik ondertussen veel beter dan vroeger wat het onderscheid is. Dus ik probeer juist eerder die dingen op te zoeken die echt continuïteit. Ik denk dat is een belangrijk woord, denk ik.
die continuïteit verzekeren. Ik probeer op elk album neer te leggen welke fase ik zit van mijn leven en verder op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen. En ik hoop dat dat een boeiend traject is, een boeiende reis is voor mensen die mij volgen. En tot nu toe krijg ik nog altijd wel die feedback en die reactie. En inderdaad, een zaal wordt de ene keer eens wat groter, de ene jaar, en het andere jaar wordt die terug wat kleiner. Maar ik heb meer dan ooit geleerd de laatste 2 jaren dat ik iemand ben die altijd op een podium zal kruipen. Ja. En ik zeg dat omdat ik ook collega's heb gezien die ineens stopten met alles, met muziek. En ik heb wel van, ik kan dat niet. Allee, dit is een soort van litmustest geweest voor wie speelt er echt graag muziek en voor wie is eigenlijk om andere redenen erin. En ik heb wel ontdekt van, ja, maar ik doe het. En als er dan nog maar 50 man mogelijk is met corona of 150, dan nog wil ik daar zijn voor dat interactiemoment. Dus ik heb in die zin ook wel vertrouwen geput. En ja, het is, muziek is voor mezelf een marathon en geen sprint. En dat is makkelijk praten natuurlijk, want ik heb al kunnen proeven van een aantal extreme momenten. Maar ik vind het een boeiende fase en ik ben zelf ook benieuwd wat de komende jaren mij gaan brengen. En ik vind dat dit album heeft voor mezelf bewijst dat ik nog steeds een urgentie voel. En ook dat er nog steeds een publiek... Want ja, dat is gek, maar om een album... Normaal heb ik in deze fase stress. Er gaat op zijn minst 1 song zijn die ergens... En bij Whatever It Takes en ASAP is dat gedeelte eigenlijk al... Dus daardoor kan ik ook focussen nog meer op de essentie en op het verhaal en ja, op de concerten. Dus ik weet niet, ik vond het een heel goede vraag, maar ik vind het moeilijk om daar een heel strak antwoord op te geven. Dat snap ik. Ja. Maar wat je zegt, dat vind ik wel een goed antwoord. Van dat je, het feit dat je die urgentie nog voelt en dat je voor jezelf ook zoiets hebt van niet van oké, ik ben nu compleet als songwriter, nee, ik wil doorgroeien. En zo'n nummer als Nice to Meet You, dat wil ik dan nu... Ondanks dat ik mijn twijfels over had om hem uit te brengen, breng ik hem toch uit en kijken waar het me naartoe brengt. Dus die wil om door te groeien zit er nog wel echt in. En dat is goed om te horen, denk ik. Laatste vraag dan, want je noemde ook het samenwerken met veel mensen. Je noemde Lost Boys, die heb je met Sam Bettens gemaakt. Konden jullie samenwerken of was het compleet online? Hoe kwam dat nummer tot stand? Dus de samenwerking met Sam is echt wel door omwille van de coronatijd. We hebben samen door toeval in september vorig jaar zo een last minute coronaconcert gedaan. Voor heel weinig volk in bubbels. Al ja, geen leuke omstandigheden muzikaal gezien dan. Maar Sam was eigenlijk met Rex Rebel, het zijproject van Case Choice, op de baan. En we hebben elkaar zelfs niet super lang gesproken, wel ervoor, maar Sam moest dan het vliegtuig nog op. Maar omdat we die ontmoeting hadden, en dat deed mij dan terugdenken aan... Sam heeft mij ongelooflijk gesteund in de beginjaren door You Don't Know een paar keer op grote podia in België en Nederland te komen meezingen. Dat was een soort van stamp of approval. Case Choice had een invloed gehad op mijn formative years. En doordat ik door die ontmoeting met Sam daar dan moest aan terugdenken... En in de studio zat, en onder andere aan Lost Boys, waar ik eerlijk gezegd een klein beetje mijn tanden op aan het stukbijten was. Puur omdat ik iets van de studioversie verwachtte dat ik er nog niet uit kreeg. Een soort van extra element. En dan had ik ineens gewoon van, nou ja, Lost Boys, ik stuur dat gewoon naar Sam. En ik heb dat gedaan naar de aanleiding van onze ontmoeting, want Sam was al terug in Californië. En de reactie was onmiddellijk positief. En we hebben daar ook een duet. Het was wel een long-distance samenwerking, want op dat moment zat ik in België en Sam in Californië. Ja. Maar ja, Sam heeft een heel aantal takes ingezongen. Daar werd dan de volgende dag op gereageerd. En dan nog eens. En dan hebben we eigenlijk ook... Het was niet gewoon couplet 1 is voor mij en couplet 2 voor Sam. Maar we hebben echt gezocht naar een manier waar dat vervlochten is en waar we zelf bijna onze stemmen wat beginnen... op elkaar te lijken. Ja. Ja, ik ben bijzonder blij. En voor mij was dat dan de missing... Het missing element. Ik was op zoek naar van alles. En ik dacht eerst dat de productie groter en groter... Maar dat was het zeker niet, want dat implodeerde. En dan heb ik heel veel dingen afgezet. En dan, Sam erbij, was dat ineens inhoudelijk... op heel veel manieren het ontbrekende element. En ik ben wel heel trots erop, want... Eigenlijk long overdue, een duet met Sam. Ja, want betekent dit dan dat in de toekomst dat jullie ook af en toe
waar mogelijk natuurlijk, logistiek gezien, dat jullie dan dat liedje samen ook gaan zingen? Ja, ik deed me wel nog eens beseffen. Sam zit natuurlijk op een ander traject met Kiss Choice. En dan met Rex Rebel wordt er muziek gemaakt die binnen Kiss Choice blijkbaar geen ruimte heeft. Maar ik deed me wel nog iets zeggen van ja, dat die muziek, dat onze stemmen en onze stijlen zo goed bij elkaar passen. Dus ik ben wel via e-mail, houden we elkaar op de hoogte. Het is nog niet gelukt om terug samen, maar eind juni is Sam terug. En dan hoop ik wel te kijken met een concert of al is maar een soort van video te maken voor Lost Boys. Want het is wel, ik vond het een van de moeilijkste nummers om juist te krijgen. Maar daardoor misschien ook, is daardoor wel een van de nummers waar ik het meest blij mee ben op dit album. Ja, en wat je zegt, op een gegeven moment moet je inderdaad gewoon goed luisteren. Wil je doorhebben wie nou dat regeltje aan het zingen is. Dus het gaat mooi in elkaar op, inderdaad. Het is echt, het voelt niet geforceerd, laat ik het zo zeggen. Milo, ik wens jou heel veel succes straks met alle shows die je gaat spelen. En het feit dat we als wereld weer van live muziek kunnen gaan genieten. En ik wens je heel veel succes met de release van de plaat. Dankjewel voor je tijd. Hey, heel erg bedankt. Hopelijk is het ook volgende keer terug in persoon. Ja, daar gaan we voor.